The CARICOM Implementation Agency for Crime and Security, IMPACS, en het Ontwikkelingsfonds van de Europese Unie hebben vandaag een workshop gehouden voor alle grensbeveiligingsautoriteiten in Suriname. Het doel van de workshop is om de samenwerking tussen de verschillende autoriteiten op het stuk van grensbeveiliging te verbeteren. IMPACS speelt een belangrijke rol in het garanderen van veilige grenzen in de regio. De samenwerking tussen IMPACS en de EU is gericht op het bestrijden van criminele netwerken en is gebaseerd op het principe van gedeelde verantwoordelijkheid in overeenstemming met de internationale wetgeving. Gwendoline Babel, vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Politie, zegt dat de training wordt gefinancierd door de Europese Unie. Constant op de hoogte moeten zijn wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van border management. En we weten allemaal hoe open onze grenzen zijn. En dat we dus, we weten eigenlijk wat er allemaal gebeurt of kan gebeuren. Maar we hebben dus niet alle capaciteit binnen als het gaat om human capacity. Maar ook een financial capacity en alle andere logistieke zaken die nodig is om de borders van ons, de grenzen van ons goed te bewaken en te controleren. Training is natuurlijk altijd nodig, omdat dat ons dus een wider perspectief geeft. Het zorgt ervoor dat we dus weten wat er allemaal gebeurt en hoe we het kunnen aanpakken. En vandaar dat er altijd, zolang de mogelijkheid bestaat om trainingen te organiseren voor onze mensen, zijn we daar als nummer 1 om het te encouragen, om het, als het logistiek moet, dat we het ondersteunen. Volgens majoor Roy Samuels, hoofd van de immigratiedienst, kan er binnen deze samenwerking worden gezocht naar oplossingsmodellen in de strijd tegen onder andere mensenhandel en smokkel van goederen, drugs, wapens en munitie. I am of the opinion that this is a good opportunity for our immigration and customs officials and other agencies that are also here to learn these techniques which they can use to the best of their ability in the operation of their work. I want to begin by thanking the trainers of this most important activity and also the donor for approving this training. This will certainly enhance our capacity in accordance to international and regional rules regarding how to properly conduct an interview and interrogation with intruding on a person's right. Proper interviewing skills are, of course, crucial to the success of law enforcement and security. Borders can be open, can be both open and secure, open to allow for the cross-border flow of trade and commerce, and secure in the sense that the national security interests of states are protected. The IMPACS is committed to achieving a balance between the need to maintain security against cross-border threats and the freedom of movement of persons, goods, service and commerce. Tot zover majoor Roy Samuels van de militaire politie. Hij sprak op de workshop die vandaag is gehouden voor alle grensbeveiligingsautoriteiten in Suriname.